Nooit eerder regende het in dit deel van Australië zo hard. En dus zijn er flinke overstromingen. Vooral in het noordoosten van het land, bij de stad Cairns, zijn de problemen groot. Duizenden mensen zijn tot nu toe geëvacueerd. Ook is het vliegveld van de stad dicht, want zelfs de vliegtuigen daar staan onder water. Op sommige plekken is in een aantal dagen voor een heel jaar aan regen gevallen. De bruggen en wegen rondom de stad staan compleet onder water, waardoor niemand meer erin of eruit kan. We deployed literally every boat we could get our hands on in Cairns to evacuate those who couldn't safely evacuate themselves. And more help is on the way. What's the last 24 hours been like for you? Horrible. Horrible. It was really horrible. So yeah. What's your house like? What's happening? Oh, it's flooded. It's flooded. En het was ook even schrikken voor inwoners van deze woonwijk toen er opeens een krokodil voorbij kwam zwemmen. And the only croc that I've ever seen is down the river, down that way, down the creeks or whatever it is. But yeah, no, this is the first time I've been close to one. De bijna 3 meter lange krokodil is gevangen en naar een opvangcentrum gebracht. Wanneer de overstromingen voorbij zijn, wordt hij weer in de natuur vrijgelaten.